Welke zaken wilt u de komende 6 jaar verwezenlijken? Goh, laat ons zeggen dat ik een heel grote ambitie heb om de gemeente Middelkerken terug op de kaart te zetten. We zijn een beetje weggezonken de laatste 2 decennia tussen de enorme vooruitgang van Niepoort, dat best die tweede knokken van de kust geworden is, en tussen de volledige renovatie en de facelift dat Oostende heeft ondergaan. We zijn een beetje ter plaatse blijven trappelen, die tegenstaande we het langste strand van Hans de kust hebben. Ten eerste wat belangrijk is, als je iets nieuws wilt doen, is infrastructuur. En we zitten hier met de grote problematiek van het casino. Dat bijna op corrupte wijze, want er lopen nog rechtszaken daar rond bij justitie in Brussel. En ik kan je vandaag zeggen dat ik vanavond het lopende contract met de firma Willem en met Napoleon Games opzeg. En een totaal nieuwe aanbesteding zal doen. Casino is het landmark van Middelkerken. En wij hebben dat nodig voor onze uitstraling, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Betere sociale mix. Ik traag die sociale mix te verkrijgen door de personenbelasting omlaag te krijgen. Zodat er heel wat mensen, laten we zeggen twee verdieners, jonge gezinnen, naar hier kunnen komen. Waarvoor wij ook woonprojecten plannen. Dat zwembad, dat was volgens de schepen van sport en dieren ook. Was dat volgens hem was dat door u en door Tom de Dekker, dat het dossier was vertraagd onder het vorige bestuur. Ziet u dat als een overwinning op het slot? Ik praat niet meer over overwinningen op het vorige bestuur. Ze hebben hier, laten we zeggen, een kerkhof achtergelaten. Maar meer dan dit is bijna een massagraf. Wat er hier blijven liggen is op basis van het casino, op basis van het zwembad. Ook het gesjoemel van het casino dossier zetten zich voort in het zwembad dossier. We hebben het allemaal opgeruimd, opgezuiverd, een ander kandidaat aangeduid. En het bouwen begint ervan. Kijk, er is ook één voordeel als je niks meer in kantoor vindt. Je kunt vertrekken met een leeg water en dat doe je. U zei dat u de aanvullende persoonbelasting wilde laten verdwijnen. Ja. Is dat niet een van de weinige inkomsten van een gemeentebestuur? Nee, het is een belangrijke inkomst, omdat het ook afhankelijk is. Als je geen personenbelasting heeft, dan krijg je ook minder geld van de Vlaamse gemeenschap. Anderzijds hebben we hier een enorme luxe en de meeste kustgemeenten hebben dat. We hebben 16.054 tweede verblijf. En de tweede verblijftax is hier nog altijd de laagste van Hans de kust, op €600 op jaarbasis. Dus we kunnen die optrekken om te beginnen. Dat kan een inkomsten geven, een inkomstenboost die de persoonbelasting vervangt. Maar ik ben nog niet bereid om dat te doen. Na enkele jaren keert u terug naar de nationale politiek? Of wilt u terugkeren naar de nationale politiek als onafhankelijk op de lijst van de NVA? Ja. Van waar deze beslissing? Die beslissing is in feite een beetje egoïsme voor mijn gemeente. Ik ben niet light enthousiast om terug naar Brussel te rijden en iedere dag 4 tot 5 uur levenskwaliteit in te boeken. Dat zal ik niet meer doen. Maar als je alleen staat met de eigen partij, we zijn met 2 burgemeesters in het land, dat is meer dan de Groenen, niet te vergeten. Maar als je alleen staat, kun je niets bereiken. Dus als je op bestuurlijk vlak zit, we zitten in een verpolitiseerd land, we zitten in een verzuild land, en als je wil iets bekomen voor je gemeente, zoals wegen, infrastructuur, werken en zo, moet je aankloppen bij de ministers in Brussel. En dat is mij komen halen van de NVA, dat was ook heel slim gezien van hen. Want dat is een grote tegenstander uitgeschakeld. Laat staan dat ik opnieuw zou beginnen. Dat was hun grote vrees. Kijk maar wat er gebeurd is in Nederland met splinterpartijtjes die plots gaan groeien. Niet dat ik de pretentie heb om dat te doen, maar ik was wel op de rechterkant van de NVA een grote concurrent. Zodanig dat ze een soort compromis gemaakt hebben. Ik steun hun lijst, maar ik behoog mijn totale onafhankelijkheid. Volgens hen waren er ook afspraken om samen met Hendrik Veerloters een partij te starten voor de verkiezingen mee. Die partij is ook goed gezond verstand heten. Waarom kiest u dan toch voor de NVA? Zij zijn daarmee afgekomen en ik heb heel lang gehazeld. Ik heb een partij gehad. Ik word 67 dit jaar, misschien toch niet. En ik weet dat het zal lukken en ik vind het ontzettend jammer dat die 2 personen uit de Kamer verdwijnen. Maar als hun initiatief afhangt van mijn komst, wat is de levensvatbaarheid daarvan voor hen zelf? Vandaar mijn keuze om als lonely rider bij de NVA op de laatste plaats te gaan staan. En dan kan er mij ook niemand die plaats benijden.
maar ik moet hem op eigen houtje verdienen.